Maar het roert zijn staart, zegt ze wel eens. Daarom heb ik vandaag een paraplu bij me. Voor ons nieuwe woord. Maar eerst geef ik de oplossing van de vorige keren. De oplossing van de vorige keren was een balken bouwen, dat betekent het paasvuur. En hier staan we bij het mooie paasvuur van Meadow. Het nieuwe woord van deze wekken is, wat is eierbotter? Is dat fijn geprakt ei met boter? Of B, is dat roer ei met spek, boekweitmeel en melk? Of is dat C, zachte boter? Nog een keer. Het woord van wekken 14, wat is eierbotter? Is dat A, fijn geprakt ei met boter? Of is dat B, roer ei met spek, melk en boekweitmeel? Of is dat C, zachte boter? Heel veel succes erbij met.